Ja, hier staan die bruggen allemaal wel in. Kijk, dat is die brug aan het, waar ik zo met de fiets kwam ik hier altijd de stad binnen. Hè. Maar dat is zo, ja, hier aan dat monument van Leopold III. Dat is nu allemaal opnieuw aangelegd, dat is knap, zo. Dat is echt knap. Maar je moet dat zien vanuit de lucht. Ja, misschien ziet je dat hier ook al. Kijk, dat is echt zo, dat is, ik vind dat echt wel mooi. Hè. En ja, de broertorens zijn er natuurlijk ook nog. Maar bon, dus Kortrijk, er is veel gebeurd in Kortrijk de laatste tijd. Er is ook wel een beetje leegstand en zo in het centrum. En ja, of en zo. Ik moet daar iets mee doen, ik moet daar een print van maken. Dus heb ik mij weer gedocumenteerd hier, hè, zoals je ziet. Kijk, ik ben begonnen schetsen. Hè. De Koenen, Art Deco, de Koenen was zeer belangrijk voor Kortrijk. Ja. Nu is dat natuurlijk minder. Maar in de tijd was dat echt zo'n soort. Ja, dat was daar een toch wel een redelijk cultureel. Ja, hoe noem je dat? Een oase zo daar in Kortrijk. En dat was zo gecommercialiseerd, hè. Dat was Atelier Daar, de Kortrijk. Ja. En de Streuvers en zo, die kwamen daar en die gingen op de lei varen met alle mogelijke, en dat staat in die boeken van de Koenen, met andere culturele ja, vips van in de tijd. Maar goed, dus ik wil daar wel naar refereren, maar ook naar die aanleg van tegenwoordig. Ja. En met die stadsvernieuwing en, ja, en dingen die ik nog ken van vroeger. Ja. Enfin. Maar ik moet daar iets mee doen. Maar dus... Ja, het heeft een zekere zwier ook zo, hè? Ah, ja. Al die dus, architectuur. Ja, dat is wel knap. Hè? Ja, hè? Ja. Maar ik moet natuurlijk iets maken wat dan een beetje charmerend is voor Kortrijk zelf. Ja. En de Houten Sporenslag moet daar ook wel in komen. Maar dus Treuvers en Guido Gozelle natuurlijk. En Jozef Koenen was dus ook een schilder. Die ging dus, hij was een beetje amateurschilder, maar dus echt wel... mannen die het konden. En Hugo Claus heeft daar ook zijn boek. De Wereld van België speelt je daar grotendeels af, of toch gedeeltelijk. Bossuet is de bekende frituur en zo. Ja. Enfin, die tekening wordt een zeer druk van 50 op 70. En je kan al een beetje zien wat het zal worden. Het wordt dus een zeer, ja, een wordt een landschap. Hè. Het wordt zo een landschap. Maar dat, met de nadruk op de bruggen dus. Ja. En ik zie het een beetje vanuit de hoogte en ik laat het ook wat meer golven dan wat het is. Ja. Om wat samen te gaan met die zwiepende hangbrug daar. Ja. En sommige bruggen zijn helemaal vlak en andere zijn gebogen. Dus daar speel ik ook weer mee. En ik speel met die aangelegde grastapijtjes zo in een soort vormen à la harp. Ja, ja. Maar goed, ook dat... Ook met die vormen van de van die van dat, ja, hoe heet dat soort pleintje waar dat ze kunnen skateboarden en ook met de fietsen skans skateboard en ramps maar en dan moet ik zorgen dat Kortrijk er op een of andere manier uitkomt, hè. Maar ik zie het eigenlijk wel zitten, zeg maar. Ja. Nee, ik dacht, ik moet iets doen wat dat een beetje wat dat herkenbaar is, maar ook wat dat anders is. Ik mag ook wel een beetje verrassen, dus ik dacht hier ineens, zoals Breugel dat ook wel deed en zoals Dine Savery dat ook deed, iets, die maakte zo heel exotische tafereelen. Ja, ja, ja. Ja. Toen dat hij in Praag zat en in Duitsland en zo. En zoals Rembrandt, Breugel dat deed met Italiaanse landschappen, dacht ik hier misschien ook nog wel. Dus een strakke horizon, maar toch een heuvel, zo dat er nog van alles op gebeurt. Ja. Ik weet nog niet, hè? Ik heb wel eens vroeger gedaan. Ook. Ja. Ofwel dacht ik, want daar ben ik nog aan het zoeken. En je weet, ik zoek altijd naar een klein. Ja. Ik zoek dus naar hoe ik het kan. Ik moet dat, allee, hier heb ik de compositie zo min of meer, maar ik moet nog wat mensen aan toevoegen. Dus ik denk dat ik... Oh, dat is hier.
een beetje. Ja, maar ik zoek nu naar kalkjes om dat nog een beetje aan te vullen. Hè. Want eigenlijk ligt de stad daar. Ah, ja. Dus ik zou het hier een beetje moeten uitbreiden. Ja. Ik ga toch een horizontale tekening maken. Dus hier komt de anders stad. Staat de stad er niet op. Nee, ja. Anders staat de stad er niet op. Maar het gaat dus inderdaad wel over die bruggen, over de leien. Ja, ja, ja. Maar die leien heeft dus ook nog een andere oude leien. Ja. Een oude arm. En dus daar ligt de stad dus eigenlijk. En dan denk ik, aangezien dat ik hier het monument dus met een grote zuil, of een vierkante zuil, van Leopold III, dat is dus waar ik de stad binnenkom. Ah ja, ik denk dat ik hier eens mee moet werken. Dus waar ik de stad binnenkom, dat monument, een grote zuil met dus Leopold III ervoor op zijn paard. En daar ligt die brug waar ik altijd met mijn fiets over ging. Want inderdaad, de stad ligt daar. Hè. Dat is overleden. En ja, ik moet dat nu een beetje aanvullen, maar je ziet hier dat soort rare vogels van Savery ook al. Ja. Je ziet hier dan die een berg, maar je ziet daar ook een constructie van de Koen en zo. Ja. En daar is ook nog iets wat dat daar staat. Allee, dat staat al bijna in Harelbeke, maar dat is ook mij zeer bekend. Allee, het moet een beetje mijn eigen visie zijn ook, hè, over de stad. Allee, ja, kijk, dat de ene hoogbouw staat dan hier eigenlijk. Van Sint Amans College. Ja. En die is dan even hoog als de zuil van het monument. Ja. En er is dan nog één gebouw, maar dat is dus hier Guido Gezelle, maar ik zal die dan hier op een, waarschijnlijk op een statuutje zetten, op een zuil. En dan ziet je daar Streuvels met nog een stukje glaskaart in de achtergrond. En dingen komt daar ook piepen, Hugo Claus en zo. Ja. Maar ik weet nog niet goed waar ik ze ga zetten. Ofwel, enfin, ik vind niet wat ik zoek. Ik dacht dat ik hier op een ander setje bezig was. Ah, hier denk ik, ja. Dus, die mannen moeten daar nog bij komen. Ofwel zet ik die hier. En gebruik ik het, die hoogbouw als... als zuiltje voor Guido Gezelle, want die staat er inderdaad op die manier. Hè? Ja. En die mannen staan daar te kijken. En dan dacht ik hier van, eventueel die een auto te laten komen ook op de horizon. Zo. Ja. Maar die hoort dan daarbij. Alleen, die kan dan ook een of andere. Maar dat vrees ik dat toch niet zo goed gaat werken. En misschien zet ik ze hier ook wel. Ah, ja. Of hier, ja, ik weet niet, aan de taktoren zou ook kunnen, dat ze een beetje centraal staan, of dus hier, of daar. Dus daar ben ik nog allemaal een beetje aan het uitzoeken. Allee, het is weer een gepuzzel, hè. Ja. Maar dus een keer dat die tekening, want kijk, zo zal het ongeveer uitzien, hè. Een keer dat die tekening er is, dan kan ik dan nog aanvullen met mensen die daartussen lopen en zo. Studenten die hier de weg nemen naar het college. Ja. En dan, ja, hier... Er moet ook nog iets gebeuren. Of enfin, zwart. Ja. Dus ik moet me daar nu op concentreren. Het is een beetje de ouderwetse manier van vertellen. Het kan wel oké zijn. Ja. Allee, het wordt een tekening die voor, die voor veel Kortrijkzanen herkenbaar zal zijn. En ook voor, want die tekening, die Zeverik, wordt dus ook als cadeau gegeven aan de invitees en aan de bezoekers. Hè.